Hallo, ik ben Christel. Welkom op mijn channel Christel Blue. Bedankt voor jullie likes, jullie reacties en dat jullie lid zijn van mijn channel. Ik zou zeggen, kom erbij bij de blauwe familie. Vandaag ga ik een reading doen. Van hart tot hart gesprek. Het is al een poosje geleden. Nou, wat heeft de mannelijke tweelingziel tegen zijn vrouwelijke tweelingziel te zeggen? En wat heeft de vrouwelijke tweelingziel tegen haar mannelijke tweelingziel te zeggen? Dit is de bovenste rij. Dat is de mannelijke tweelingziel, de tweede rij is de vrouwelijke tweelingziel, de derde rij is de mannelijke tweelingziel en de vierde rij is de vrouwelijke tweelingziel. Ik gebruik daarvoor de After Tarot kaarten. Dat is deze. Dat gebruik ik voor de vrouwelijke tweelingziel. En ik gebruik de Red & White kaarten voor de mannelijke tweelingziel. En dit is de Keepers of the Light Oracle cards en die gebruik ik ook als aanvulling. De bovenste is voor de mannelijke tweelingziel en de onderste is voor de vrouwelijke tweelingziel. Dus en nog even kaartjes van wat ze elkaar te zeggen hebben op het eind. Dus ja, geniet van deze reading. Ik ga helemaal proberen in de energie van de mannelijke en de vrouwelijke tweelingziel te zitten. Dus geniet ervan. Oké, dan gaan we beginnen. De koningin van kelken. Oké, hij zegt dus, ja, ik zie jou als een hele mooie koningin, een gevoelige vrouw. En ik wil je die cup aanbieden. Je bent lief, je bent mooi, je bent gevoelig, je bent emotioneel. En ik heb geluisterd naar de roeping. En ik weet wat ik moet doen, want ik heb de informatie gehad van het universum. Ik weet dat ik moet luisteren nou naar het universum en dat ik deze roeping moet gaan volgen, dat het mijn pad is. En ik weet dat ik jou ken uit vorige levens. En misschien kwamen we elkaar al tegen in onze jeugd. Maar ik weet, ik wil je die cup aanbieden. Ik wil je die cup aanbieden van liefde. Maar ja, ik moet nog dingen in balans brengen. Het is nog uit onbalans. Maar weet dat ik ga kiezen. Ik ga kiezen voor deze liefde. Ik ga kiezen voor jou. Want ik wil jou de cup van liefde aanbieden. Met heel mijn hart. Want je hoort bij mij. Ik weet dat je bij me hoort. Want ik ken jou al uit vorige levens. Ik herken je als mijn tweelingziel. Ik weet dat je bij me hoort. En ik wil je die cup van liefde aanbieden. En ik ga echt die keuze voor jou maken. Maar ik ga dingen in balans brengen. In mijn leven. En ik ga luisteren naar de roeping. Ik weet dat ik dit moet doen. Ja, zij zegt, ja, ik wil die boodschap ontvangen. En ik wil dat je wegloopt alles van wat karmisch is. Alles wat je niet dient. Dat je dat achter je laat. Ik wil dat je die boodschap van liefde kon brengen. Dat je eindelijk iets van je laat horen. Want ik wil een gelukkig leven met jou. Ook emotioneel, dat alles vervuld is. En ik wil jou best helpen en jou drinken geven en licht naar je sturen. Maar ja, ik mag niet helpen. Ik mag niet helpen. Het is beter dat je het zelf doet. Dat je zelf uit deze geblokkeerde energie komt. Maar ik zou je zo graag willen helpen, maar het is beter van niet. Het is beter dat je het zelf oplost. Ik kan alleen maar licht en liefde en geestelijk voedsel je aanbieden. Ik wil graag die cup van jou ontvangen. De cup van liefde. Van mijn king. Van mijn koning. Ik zie je als mijn koning. En ik wil dat je in je kracht gaat staan. Ik sta nu ook in mijn kracht. Sta in je kracht. Vecht ervoor. Vecht. Voordat je deze cup aan mij kan brengen.
Ja, ik weet dat de engelen je gaan bevrijden. Ik moet ook de laatste dingen misschien loslaten. Ze gaan mij ook bevrijden als ik vastzit in een situatie. Er is hulp. Vertrouw op de hulp. Vertrouw dat ze jou gaan bevrijden. En hij zegt: ja, ik wil weglopen uit deze situatie. Ik vind het niet meer fijn. En ik wil een gelukkig gezinsleven met jou. En ik weet dat we tweelingzielen zijn. En ik wil dit heel graag. En ik wil deze keuze maken. Ik wil mijn hart niet afsluiten. Ik ga die keuze maken. Mijn hart boven het hoofd beslissing. Ik kies jou. Maar ik zit eigenlijk nog vast in de situatie. En ik hoop dat ze me gauw gaan bevrijden. Bevrijden het universum, dat ze mij gidsen, mij de weg tonen om weg hier te komen. Ik wil dat het rad gaat draaien ten gunste van ons en dat alle karmische dingen eraf vallen. Maar ik heb nog wat conflicten, hoewel ik een stuk sterker ben, heb ik nog wel conflicten in mijn leven. Ja, ik hoop dat het rad gaat draaien ten gunste van ons. Want ik wil ook dat het rad gaat draaien. Ik wil gelukkig worden met jou. Ik wil dat je mij kroont als je koningin. En dat jij de overwinnaar bent van deze reis. Dat je eindelijk de kracht hebt om naar me toe te komen en mij te kronen. En ik hoop dat je de waarheid gezegd en dingen in balans brengt. Ik probeer ook dingen in balans in mijn leven te brengen. En alsjeblieft, laat me niet achter met deze lege cup. Loop niet weg van mij. Kom terug en bied mij die cup aan. Laat me niet achter met deze lege cup. Want ik kan die vrouw zijn, die liefdevolle vrouw. Die zorgzame vrouw. Die moederlijke vrouw, die jou misschien die liefde kan geven die je misschien nooit gehad hebt. Misschien ook niet in je jeugd. Ik kan je dat geven. Kan je die liefde geven. Ja, ik wil dat je mij kiest. Ik wil aan je zijde zijn. Twijfel niet. We gaan samen de wereld helpen. Je hoort aan mijn zijde. Wees dapper en ga deze strijd aan. Zodat we samen kunnen zijn. Zodat je eindelijk mij die cup kan aanbieden. En dat we een gelukkig gezinsleven kunnen opbouwen. En dat je mij kunt kronen als jouw koningin. Goed, dat was deze hart-tot-hart gesprek. Dan gaan we kijken naar de energie van wat de Keepers of Light Oracle, kaarten zeggen over de mannelijke tweelingziel. Kijk, dit zijn ook tweelingen, hè? Dit is echt voor mij ook een tweelingkaart. En het zegt: heilige visie, visioen. Kies om te vergeven en om te genezen. Zie het licht in alles. Onthoud dat liefde geen grenzen heeft. Nee, echte liefde heeft geen grenzen. Dus als hij denkt dat grenzen zijn, er zijn geen grenzen. Dus hij kan gerust die stap zetten, want er zijn geen grenzen. En vergeef degene die je pijn gedaan hebben, mannelijke tweelingziel. Vergeef die en genees het. En zie het doel dat het allemaal lessen waren. Lessen waar je doorheen moest. Ook je karmische dingen. Dus het zijn allemaal lessen om een beter mens van je te maken. Maar als je ziet dat er misschien grenzen zijn tussen jou en je tweelingzielvrouw, er zijn geen grenzen. Want jullie zijn in feite al één. Jullie horen al bij elkaar. En dit is. Ja, dingen gaan zich ontvouwen. Onthoud dat je op het goede pad zit. Neem stap voor stap naar het geluk. Ja, dingen gaan ontvouwen. Neem stap voor stap naar het geluk.
Je zit op het goede pad, mannelijke tweelingziel. Ja, dit is divine order. Goddelijke orde. Doe wat voelt dat goed is. Een belangrijke les ontvouwt zich. Ja, twee dingen van dat er dingen gaan ontvouwen in zijn leven. Een belangrijke les gaat zich ontvouwen. En doe wat goed voor je voelt voor je, mannelijke tweelingziel. Nou, boodschap voor de vrouwelijke tweelingziel. Gerichte intentie. Denk na over wat je wenst. Zet uw zinnen hoog. Verwacht de best mogelijke uitkomst. Ja, een vrouwelijke tweelingziel zit een beetje in de twijfelmodus. Van zou het wel gebeuren? Maar verwacht de best mogelijke uitkomst. Het gaat echt goed komen. Verwacht het gewoon. En vertrouw in het universum. Ja, downloads en understanding. Ja, dus ze begrijpen wat er gebeurt. De waarheid wordt onthuld. Diepe inzichten komen uit de hemel en het astrale rijk. Ja, ze krijgen heel veel berichten door, downloads in hun hoofd. En de waarheid, die wordt onthuld. Ze komt de waarheid te weten. En ze echt dat diepe inzichten komt de vrouwelijke tweelingziel. Van wat er allemaal gaat gebeuren. Ja, het derde oog is open. Zie de waarheid voor wat het is. Volg je intuïtie. Psychische inzichten. Ja, ze krijgen heel veel inzichten. Ze volgt haar intuïtie. Ze is echt. Ze is heel intuïtief. En zie de waarheid. Want je derde oog is open, vrouwelijke tweelingziel. Je bent heel spiritueel en. Je kan heel goed je intuïtie volgen. Wat je intuïtie zegt, wat je innerlijke stem zegt. Dat klopt. Zo, kijken wat de mannelijke tweelingziel en de vrouwelijke tweelingziel nog tegen elkaar te zeggen hebben. Zo, deze voor de vrouwelijke. Ja, de nieuwkomers hebben dit nog nooit gezien natuurlijk. Dit van hart tot hart gesprek. Dit is mijn unieke, samen met de engelen, eigen versie. En niemand heeft dit volgens mij. Ik heb het ook nooit zelf gezien. Het is gewoon wat engelen mij ingeven om dit te doen. Van hart tot hart gesprek. Ik denk dat ik de enige in de wereld ben. Die dit doet eigenlijk. Het is echt mijn zelf. Ik heb het niet gekopieerd van iemand. Maar gewoon. Ja, de gidsen geven dit aan, denk ik. Die geven me inspiratie. Dus vandaar dat ik dit kan doen. Als ze wil. En net als de voorwerpen. Dat heb ik wel van iemand anders. Maar dit is echt mijn eigen werk, dit hart tot hart gesprek. De voorwerpen, ja, dat heb ik alleen met bedeltjes. Nou, ik wil niet te veel tegelijk. Ja, vrouwelijke tweelingziel, hou vol. Dingen gaan zich ontvouwen. Je ziet zelf de kaarten. De liefde is er zeer zeker. En vertrouwen op het universum. Die is heel druk bezig achter de schermen.
Je geeft het ene torenmoment naar het andere torenmoment. Goed, kijken wat hij te zeggen heeft. Hij zegt dus, ik moet het nieuwe omarmen en het oude loslaten. Kijk, hij weet echt wel wat hij moet doen hoor. Het duurt niet lang meer voordat we samen zijn, zegt hij. Ja, misschien voel je het al een beetje, vrouwelijke tweelingziel. Ik ga nu alles op een rijtje zetten en de juiste keuze maken. Ja, hij zit echt, keuze. Hij gaat de keuze maken. Keuze uit twee, of misschien wel meerdere dingen. Ja, ik speel geen spelletjes meer. Ik ben veranderd ten goede. Ja, hij is veranderd. Ik laat je nu zien dat ik te vertrouwen ben, geloof mij. Ik wil van alles, je van alles geven en goed voor je zorgen, zegt hij. Ik ben verslaafd geraakt en observeer je stiekem. Ik heb fouten gemaakt, uit angst heb ik ook nog gelogen, zegt hij. Ja, het is heel veel angst. En daardoor heb hij dan wel spijt van zijn acties eigenlijk. Dat is echt zijn fout. Maar dat schijnen ze allemaal te doen. De mannelijke tweelingziel. Het lijkt wel of dat ingeprogrammeerd zit. Ze maken allemaal. Ze liegen heel vaak. Ja, dat zit daar bijna bij al. Ja, ze ontkennen hun gevoelens. Het is eigenlijk gewoon standaard bij de mannelijke tweelingziel. En die angst ook dat ze denken dat ze afgewezen worden. Ja, bijna alle mannelijke tweelingzielen blijken dat te hebben. En ook. Ja, liegen dus uit angst. Ja. En de vrouwelijke tweelingziel. Kon ik maar je gedachten lezen. Om te lezen wat jij voor me voelt. Ja. Mannelijke tweelingziel laat het niet blijken. Dus ze moet op haar gevoel afgaan. En misschien op de readingen. Om te kijken wat hij nou in vredesnaam voor haar voelt. Ik heb hoop op een mooie toekomst met jou. Ja. Ze verlangt nog steeds en ze verwacht dat er een mooie toekomst voor haar klaar ligt. En ja, terecht, ondanks alles, blijft erin geloven, vrouwelijke tweelingziel. Voor geen goud wil ik je missen. Nee, ze wil hem niet missen. Ik wil je graag koesteren, je liefde geven. Ja. En het liefst zou ze hem ook willen helpen, hè. Het liefst zou ze hem willen helpen, maar het is niet wijs om dat te doen. Hij moet er zelf uitkomen. Ja, je bent het waard om een tweede kans te krijgen. Ja, hij moet natuurlijk wel laten zien dat hij de tweede kans waard is. Als hij nog steeds misdraagt en dat hij nog steeds terughoppelt naar zijn karmische dingen, karmische relaties. Ja, dan wijs je hem gewoon de deur, vrouwelijke tweelingziel. Dan zeg je van, ja, je komt maar terug als je klaar bent, want zo wil ik jou niet in mijn leven. Goed, de mensen om me heen zeggen dat ik je los moet laten, ja. De omgeving die zegt van, laat het toch los, je verzint dit alles en je bent niet goed wijs dat je zo lang op hem wacht. Ja, maar weet wat je moet doen. Je voelt zelf wel dat deze persoon de ware is, je tweelingziel bij je hoort. En dus laat je niet gek maken door je omgeving. Als jij voelt dat hij je tweelingziel is en hij bij je hoort, dan hoef je hem niet los te laten. Dan mag je hem gewoon toelaten in je leven. Dus laat je niet gek maken door je omgeving. Dat ze niet zegt van, je wacht al zo lang, hij komt toch niet meer. Vertrouw op je eigen gevoel. Ja, je bent voor mij het grootste geschenk. Ja, zo ziet ze het. Ze ziet hem als een geschenk. Ook al is zij eigenwijs en geeft hij niet toe aan zijn gevoelens. Maar toch ziet ze hem als haar wederhelft. Haar grootste geschenk. Iemand bij wie ze gelukkig kan worden. Goed, dit was mijn reading. Dankjewel voor het kijken. Geef me die like. En word lid van mijn channel. En deel deze reading als je nog meer tweelingzielen in je misschien een Facebookgroep hebt. En word abonnee. Maak andere abonnee. Laat mijn channel groeien. Laat de blauwe familie groeien. In ieder geval bedankt voor het kijken. En
Tot de volgende keer. Doeg!